Stijn Vreven, 1-1 in de allerlaatste minuut een eigen doelpunt. Met wat voor gevoel sta je dan nu hier? Mixed feelings. Zeer ontevreden na de eerste helft. Behoorlijk tot zeer boos gemaakt in de rust. Ja, goed, ik vind dat wij de tweede helft gewoon het NAC hebben gezien wat ik wil zien. Rustig aan de bal, combinerend, kansen afdwingend. En het liefst ook nog een goal gemaakt met een beetje hulp van de tegenstander. Maar op basis van de tweede helft meer dan verdiend een punt. Meer dan verdiend? Meer als verdiend, absoluut. Omdat ik vond dat wij de tweede helft gewoon heer en meester waren. Geen enkele kans niet meer tegen gehad tot een goal. Waar wij toch wel een aantal fouten maken. Ja goed, tot dan was er helemaal niks aan de hand, vond ik. Ik ben behoorlijk tevreden over onze tweede helft. Maar goed, niet over het eindresultaat. Want ik vind dat wij, als wij hier over 90 minuten spelen zoals in de tweede helft, dan winnen wij vandaag. Neem ons dan even mee naar die kleedkamer in de rust. Je zegt, ik ben behoorlijk boos geworden. Wat zeg je op zo'n moment? Ja, dat ik vind dat spelers mogen slecht spelen, mogen slechte passen geven, mogen alles doen, behalve niet vergeten met hun hart te spelen. Ja, ik vind dat wij de eerste helft als individuen gespeeld hebben, niet als collectief. Ja, en dan kan ik mij behoorlijk opjagen. Je moet wel altijd met de juiste attitude spelen, met de juiste drive, met de juiste persoonlijkheid op het veld staan, met grinta spelen. Ja, dan miste ik de eerste helft. Wij kunnen niet op 85% wedstrijden winnen, maar als wij volgaan, dan kunnen wij het elke tegenstander moeilijk maken en kunnen we heel veel matchen winnen. Dat hebben we bewezen de tweede helft, vond ik. Jij zegt meer als een team spelen, niet als individu. Als ik dan Manu Garcia neem en Thomas Aguillapong, die leken in de eerste helft niet echt het medespelers goed te kunnen vinden met de bal. Zijn dat dan voorbeelden waar je op hamert? Nee, maar goed, ik vond dat de eerste helft waren er heel weinig lichtpunten, vond ik. We hadden te veel schroom, we waren te slordig. Maar goed, je kan 3 uur over tactiek lullen. Als je niet bij de juiste attitude op het veld staat, ja, dan is attitude ook mentaliteit. Of tactiek is ook mentaliteit. Maar goed, daar ontbrak het echt. Het heilige vuur ontbrak bij veel spelers. Ja, dan heb je het gewoon moeilijk. De tweede helft hadden wij wel dat heilig vuur, hadden we wel dat geloof. Ja, dan zie je gewoon dat wij een heel aardige helft al hebben. De attitude, Cyril Dessers is weer gewisseld naar een uur spelen. Heeft dat daar ook mee te maken? Ja, ik vond hem gewoon een mindere wedstrijd spelen opnieuw. Dan is het mijn recht als coach om te wisselen, denk ik. Hij heeft ook een gele kaart gepakt. Hij is geschorst voor de volgende wedstrijd. Heb je al een idee hoe je dat gaat oplossen? Nee, want ik heb het juist pas gehoord dat hij geschorst was. Ik was er niet. Ik was niet mee dat hij op scherp stond. Maar zullen wij een andere speler daar zetten in de mos? Heb je het veel met Hans Mulders over een eventuele extra spits die nog moet komen? Zeker in dit soort situaties? Ja goed, ik zeg, wij kijken altijd uit als NAC zijnde naar opportuniteiten. Als die zich voordoen en wij denken dat het een ongelooflijke meerwaarde is voor onze club, dan zullen wij toeslaan. Doen ze zich die niet voor, dan gaan wij gewoon verder met de jongens die we hebben. Ik bedoel, ik heb genoeg goede spelers. Het is aan mij om er alles uit te halen. Tot slot, 1-1 in Maastricht. Gefeliciteerd of zonde? Nee, ja, goed. Ik vind dat je mij nooit mag feliciteren als we gelijk spelen. Alleen winst stelt in het voetballen. Het is een beetje een wrange nasmaak. Ik zeg nogmaals, mixed feelings. Ik vind dat als wij 90 minuten vandaag hadden gespeeld, zoals de tweede helft, dan hadden wij vandaag gewonnen. Anderzijds knapt een jonge ploeg de rug kan rechten in de rust en een ander gelaat kan zien de tweede helft. En dan pak je vanaf verdiend een punt. Dankjewel. Alsjeblieft.